Een hele goede avond. Daar ben ik nog even, de Wolzus. Het is vandaag vlogtober, dag 13. En ik heb wederom een hele relaxe dag gehad. Ik ben vanochtend een aantal uurtjes naar mijn spinclubje geweest. Dat komt eens in de maand samen op vrijdag en eens in de maand op zondag. En nu waren die keren toevallig heel dicht bij elkaar. Want afgelopen vrijdag ben ik wezen spinnen. En vanochtend dan weer. Van 11 tot 2. In een schooltje in Warnsveld. Een van de docenten die op dat schooltje lesgeeft is ook lid van het spinclubje. En dat is de reden ook dat we in dat schooltje kunnen zitten. Dat is een basisschool. Daar zijn op zondag natuurlijk niet zo heel veel activiteiten. Dus kunnen wij daar zitten tegen een kleine vergoeding? Mogen we gebruik maken van die ruimte? Dat is hartstikke leuk. Het is een heel leuk sfeervol schooltje. Bestaat pas kort, 2 jaar. Dit is hun tweede, ik geloof hun tweede jaar dat ze bezig zijn. Een vrije school is het. Dus het is een heel leuke locatie. En we waren met een groepje van 8 vrouwen. En hebben we lekker 3 uurtjes zitten spinnen. Het was heel gezellig. En ik heb verder vandaag niks gefilmd. Want ik dacht, ik heb nu al over het spinnen een paar keer wat gefilmd. Dus dat hoef ik niet per se nog een keertje te doen. En verder vandaag heb ik ook niks gefilmd. Want ik ben, doordat het van 11 tot 2 is. Qua tijd vind ik dat niet het prettigst. Voor mijn gevoel is dat echt een beetje midden op de dag. Ik slaap nooit echt heel erg uit of zo in het weekend. Dus ik heb eerst thuis ontbeten en nog koffie zitten drinken met mijn man. En toen ben ik naar het spinclubje gegaan. En dan kom ik terug, dan is de hond ook al uitgelaten. Dus daar hoef ik dan ook niks mee te doen. Want dat is te lang wachten. Hij redt het wel hoor. Als het af en toe heel enkel keertje komt, het wel eens voor hoor. Dat we op zijn vaste looptijd, hij heeft niet echt een vaste looptijd, maar ik loop altijd met hem na de lunch. Dus ook, dat is eigenlijk altijd wel rond 1 uur. Het zal eens een keertje 1:30 zijn, maar heel veel later wordt het eigenlijk nooit. Dus Peter was al met hem wezen lopen toen ik terugkwam. Toen hebben we nog lekker koffie zitten drinken en toen ben ik nog even gaan breien. Want we hadden verder geen afspraken staan dit weekend. Dus ik heb niet zo heel veel gedaan. Dus ik heb ook niet zo heel veel te vertellen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker nog met je breien. Ja. Ik ben aan mijn Rocio-vestje aan het breien. Die ben ik samen met Linda aan het breien. We hebben allebei hetzelfde vestje. Dat is in een eerder vlogtober vlogje al voorbij gekomen. Ik ben met haar Twist Merino aan het breien. En we hebben ook allebei dezelfde kleur garen voor dit vestje. De knit along van Hoey Locatelle, die is op 1 september begonnen. En die loopt de hele maand september, oktober en november. Dus 30 november, dan moet die in principe klaar zijn. Maar er zijn bij die knit along, ik weet niet precies. Er staat mij bij dat er iets van 800 mensen aan meedoen. Maar ik weet het niet zeker. Dat komt als eerste in mijn hoofd. Maar of dat daadwerkelijk klopt. Maar er doen veel mensen aan mee. Dat in ieder geval. En er zijn echt mensen die geven zich op voor 3 truien, 3 vesten en nog een sjaal of zo. Dat je denkt, hoe? Ga je 24 uur per dag breien of zo? Maar je mag, als je je opgeeft voor deze knit along, dan moet je opgeven met welke dingen je gaat breien. En je mag daar later niks meer aan veranderen. Dus, en er worden natuurlijk wat prijsjes verloot. Volgens mij echt verloot. En ik weet niet precies wanneer, zover heb ik het allemaal niet nagekeken. Maar er zijn dan, volgens mij kan iedereen prijzen inbrengen, zeg maar. Die worden dan, er worden wel wat gesponsord. Want Hoey Locatelle is natuurlijk best wel een aardige grootte op breigebied.
Ze heeft veel volgers op Insta en ze heeft echt al heel veel patronen uitgebracht. En haar patronen zijn allemaal eigenlijk wel gewoon heel erg goed. Ik weet eerlijk gezegd niet of er ook patronen van haar in het Nederlands vertaald zijn. Daar let ik nooit zo op, want ik vind het prima om een Engels patroon te breien. Maar ze heeft echt wel heel veel sjaals en truien, vesten. Ik denk ook wel wat sokken. Maar en echt wel veel. Geen idee precies hoeveel, maar nou, die zou wel een breiboek uit kunnen brengen hoor, of twee. Met alles wat ze ontworpen heeft. En dan is de regels voor die make-along zijn dat je een patroon van haar kiest. En verder, dat is het. Het moet gewoon een patroon van haar zijn. Doet ze natuurlijk slim, hè? Want daarmee worden er toch weer patronen van je gekocht. En komen al jouw patronen nog eens extra onder de aandacht. En iedereen geeft daar zelf, hè? Ik vertel jullie er nu over. En misschien heb je zoiets van, oh, die ontwerpster, die ken ik nog helemaal niet. Nou, ga eens kijken. En dus het is wel, je maakt wel heel lekker reclame voor jezelf, zeg maar. En dan, kun je dus 3 maanden, kun je over datgene waar je je voor opgegeven hebt, kun je doen. En dan, verder zijn er eigenlijk niet zo heel veel regels. Ik denk dat je niet eens echt heel strikt aan, ik denk dat je zelfs wel ook wel dingetjes kunt veranderen of zo. Aan de patronen, dat ook niet zo heel veel uitmaakt. En er zit een leuke Revelry groep ook bij. Hoi Locatelli heeft een eigen groep op Revelry. En daar maakt ze dan voor deze knitalong, maakt ze subgroepen. Hè? Dus het is een groep voor mensen die truien breien, een groep voor mensen die vesten breien, sjaals en... En je wordt dan ingedeeld in elke groep waar je je voor opgegeven hebt. Hè? Dus er zijn echt mensen die meerdere truien, meerdere vesten willen gaan breien. Dus die zitten dan in al die groepen ingedeeld. Ik heb me alleen maar opgegeven voor een vestje. Dus ik zit ook alleen in die groep. En ik ben niet zo heel erg actief voor op Revelry. Het is een beetje te vergelijken voor als je het niet kent. Revelry met Facebook en Instagram. Alleen het richt zich dan echt helemaal op haken, breien, spinnen en weven. En dat maakt het wel heel, heel leuk, omdat het zo erg gericht is op die groepen. Dus er zit heel veel kennis, je kunt er heel veel patronen vinden. En als je ergens in vastloopt in een patroon, dan zijn er eigenlijk altijd wel mensen die... die je daarin kunnen helpen. Het enige aan Revelry wat een beetje, misschien een nadeeltje is, is dat het niet zo heel erg intuïtief werkt. Maar als je er een beetje in verdiept hebt, ik heb me er niet enorm in verdiept, maar dan kun je wel, wat een hele leuke functie bijvoorbeeld is, die je op Revelry hebt, is dat je op garen dikte kunt zoeken. En dan kun je best wel veel, hè, stel je hebt een aantal bolle garen in de kast. Die heb je een keer gekocht en je hebt ze toen zonder plan gekocht. Dan kun je dus op Revelry, kun je op merk zoeken. Maar je kunt ook gewoon op dikte zoeken. En dan kun je nog aangeven, kun je dat helemaal filteren, je resultaten. Dus dan kun je aangeven, dan ik gebruik die en die dikte wol. En ik heb daar, 1200 meter van. En dan kun je nog aangeven dat je bijvoorbeeld specifiek de patronen die daarbij passen van alleen maar vesten wil zien. En dan kun je nog aangeven of dat een gratis patroon of een kooppatroon mag zijn. Of er een foto bij moet zitten. Dus je kunt heel specifiek zoeken als je garen hebt en je weet nog niet precies wat je ermee wil. En dat je op garen dikte kunt zoeken, dat is denk ik wel een... misschien een feature die Revelry wel heel leuk maakt. Ik heb echt al een paar keer, ook als je bijvoorbeeld maar 1 streng hebt. Hè, wat moet je nou met 1 streng? En dan koop je hem, want dan vind je hem heel erg mooi. En dan zit je thuis en dan denk je, ik heb me laten verleiden tot een aankoop. Want de kleur sprak me zo aan, weet ik veel. Maar wat zal ik er dan mee? Dan kun je dus op Revelry vrij makkelijk zoeken.
voor een patroontje met maar één, als je maar één streng hebt. Of je kunt ook zeggen van nee, ik wil een t-shirt breien. Een shirt met korte mouwen. En ik wil dat in die maat en met die, nou ja, weet ik veel, met die naaldikte of zo. Je kunt allerlei soorten zoekopdrachten op Ravelry geven. En dan komt hij met allerlei patronen voor je aanzetten waar je dan uit kunt kiezen. En dan kun je ze ook gelijk, als het in geval van een kooppatroon, gelijk aanschaffen op Ravelry. En dan komt hij in je library te staan. Library. Dus ja, dan heb je ook zeg maar je digitale patroon gelijk daar online opgeslagen. Ja, het is wel, je moet je echt even erin verdiepen. Want het is niet zo intuïtief als ik al zei. Maar als je je er dan in verdiept hebt, dan is het wel op zich best wel heel leuk. Zitten er heel veel behulpzame mensen. Kun je heel veel inspiratie opdoen voor patronen. En nou ja, wat iemand ermee gedaan heeft. Of wat mensen met een bepaalde garensoort doen. En ja, dat maakt Ravelry op zich wel heel erg leuk. En ik weet niet of het nog zo is, dat denk ik wel. Als je je aanmeldt voor Ravelry en je hebt een account gemaakt, dan is er een kun je zo'n filmpje af laten spelen. En in dat filmpje krijg je dan het een en ander aan uitleg over hoe het werkt en wat je ermee kunt, zeg maar. En dan kun je van allerlei subgroepen lid worden. Dus Steven West heeft er een groep, dus de hele Go-Go Dynamo gebeuren. Daar zijn ook weer groepen voor waar mensen hun voortgang laten zien. Maar waar ze ook vragen kunnen stellen en elkaar helpen. En er zijn een soort ja, breikafé-achtige groepjes. Linda heeft, Wolby, heeft een eigen groep. Maar ook Agnes van de Dutch Wool Diva, die heeft een eigen groep op Ravelry. Er zijn groepen voor spinnen, voor weven. En dan is de, wat er in die groepen gedeeld wordt, is ook ja, wat meer toegespitst, zeg maar. Dus de berichtjes van mensen die bij de bakker staan om een croissantje te kopen. Nou ja, die heb je dan zeg maar niet zoveel. Dus als je nog niet bekend bent met Ravelry, het is best leuk. Ja, misschien heb je je nu weer naar kortere dagen toe gaan, 's avonds wel een keertje zin om je er wat in te verdiepen en er wat mee te doen. En je kunt ook gelijk op je eigen pagina kun je nou ja, iets over jezelf vertellen. Maar je kunt ook al je projecten opslaan. Dus je kunt het project wat je doet, je typt het, de naam in van je project. En dan kun je aangeven welke naal die je gebruikt hebt, welke garen je gebruikt hebt, wanneer je begonnen bent, hoe lang je erover gedaan hebt, wat je tegenkwam of je aanpassingen gedaan hebt. Dus je kunt het voor jezelf als naslagwerk gebruiken. Maar je kunt het ook, anderen kunnen het ook als naslagwerk dan zien. Dus als ik nu bijvoorbeeld met dit vestje, als ik op Ravelry zou gaan zoeken naar wie er allemaal het Rocio vestje gebreid hebben, Dan zijn dat heel wat mensen. En dan kun je ook door al die foto's heen bladeren. Maar je kunt ook door de notities die mensen ervan gemaakt hebben heen bladeren. Of ze aanpassingen gedaan hebben. Nou, dat kun je dan allemaal zeg maar teruglezen. Dus het is ook een groot naslagwerk. Zeker als je, nou ja, als je daar wat actiever in bent. En je doet elke keer je projecten updaten met foto's en de aantekeningen die je van de dingen die je eventueel veranderd hebt, waar je het patroon niet gevolgd hebt, hè, die kun je dan allemaal verwerken. En als je dan nog eens een keer hetzelfde item gaat breien, dat zal misschien met een vest niet zo heel snel voorkomen, maar met een sok bijvoorbeeld wel, dan kun je dus terugzoeken hoe je het ook weer aangepakt had. Welke naaldikte heb je gebruikt? En hoe heb je de aanpassingen gedaan op bepaalde plekken? En, dus dat is wel, het is wel heel leuk. Je zou geen, het is natuurlijk heel leuk om een handwerkboek bij te houden. Heb ik persoonlijk niet. Maar je zou het zeg maar als handwerkboek kunnen gebruiken. Je kunt aangeven welke garen, waar je het gekocht hebt. Welke verfbadnummer zeg maar. Hè, of welk kleurnaam.
je gebruikt hebt, hoeveel je ervan gebruikt hebt. Dat kun je er allemaal in opslaan. En daarmee kun je dus ook, nou ja, heb je naslagwerk voor jezelf, maar kun je dus ook andere breiers en breisters helpen. Dus refferie is echt wel een leuke, ja, het is geen app, leuke website om wat mee te doen. Ik ben inmiddels, waar ben ik? Oh, ik ben aan de bovenkant van mijn mouwtje. Ik zal het eens even laten zien. Ik moest de steken rondom het armschat opnemen. Dat heb ik vanmiddag gedaan. Dat is ook voor mij echt weer zo'n plek waar, zo'n breiwerk gewoon een beetje kan stagneren. En aan mijn kapstokje terecht kan komen. En ik ben nu met verkorte toeren de sleeve cap aan het breien. Dus dit is de voorzijde van het vestje. Ik zal een beetje schuin houden, valt er nog wat licht op. En dit is dan de sleeve cap. Kun je zien hier zo? Hier loopt die. Hier heb ik de steken opgenomen. Laat een beetje het licht van de lamp erop vallen. Zo. Dus ik heb hier steken opgenomen. En ik ben nu met verkorte toeren steeds wat verder. Ik doe hier een wrap and turn. En dan brei ik naar de andere kant, naar de wrap and turn die ik hier heb. En als ik daar ben, dan maak ik, dan brei ik die wrap and turn. En dan neem ik gelijk, maak ik de volgende. Dan keer ik weer om en dan brei ik terug. Dus zo heb ik straks mooi een die ronding van mijn schouder erin gebreid voordat ik echt rondom ga breien. Dus ik denk dat dat uiteindelijk wel heel mooi wordt. Ja, en dit is de, dan vanaf de achterkant gezien. Even kijken. Zie je, dus hier zit mijn schoudernaad. En hier, dit heb ik opgenomen en vanaf hier ben ik met wrap and turns steeds een stukje verder aan het gaan. En ik moet dan doorgaan tot ik hier zo aan weerskanten nog 12 steken over heb. En daarna ga ik de mouw in de ronde breien. Ik vond het eerst niet zo heel mooi worden, dacht ik. Maar, nou, nu ik het nog eens bekijk, de opgenomen steken, het licht valt niet meer zo goed, hè. Maar goed, dat. Nee, je kan het zo, zit je een beetje in de schaduw te kijken. Nou, ik vind het toch niet onaardig. Zo, dit. Alleen op de achterkant, even kijken. Hier is de bovenkant van mijn schouder. Dit is met een kleinere naald, maar ik denk dat dat wel goed komt. Sowieso als ik hem draag, komt dat wel goed. En dit is de achterkant. Ik ben het nog niet helemaal eens met hoe mijn wrap and turns er hier uitzien. Zie je, ik heb elke keer toch zo'n beetje een klein lusje. Nou is het aan de achterkant. Dus misschien, nou ja, het zit in ieder geval niet heel erg in het zicht. Maar ik denk dat dit ook wel iets is wat zich met blokken nog wel een beetje... Wat met blokken nog wel een beetje oplost. Dat hoop ik. Ach ja. Even kijken, ik moest deze kant op. Nou, schiet ik toch al aardig op. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ik moet nog 11 keer heen en weer. En dan ga ik de mouw in de ronde breien. Aan de ene kant heb ik nog 10, aan de andere kant nog 11 steken. Dus dat lijkt wel te kloppen. Nou, verder had ik niet zoveel voorbereid eigenlijk voor dit stukje. Ik dacht, ik ga gewoon lekker even kletsen. En ja, even lekker breien samen. Het is nu bijna 7:45. Dus ik ga zo met mijn hondje lopen. Meestal ga ik om 8 uur. Avondrondje doe ik. 's Ochtends vroeg doet Peter altijd. En dan tussen de middag, nou ja, op de doordeweekse dagen doe ik dat. Want ik werk natuurlijk thuis, dus ik kan daar
met mijn cliënten veel makkelijker rekening mee houden. En dus dat doe ik meestal. En 's avonds doe ik ook bijna altijd het rondje lopen. Als ik het zeg tegen hem, dan wil hij dat best. Maar het is op een gegeven moment, vorig jaar of zo. Nee, 2 jaar geleden al. Nou, en als ik denk 2 jaar geleden, is het misschien al wel 3 jaar geleden. Sowieso, toen Suus in het examenjaar zat. En daarna ook toen Loek in het examenjaar zat. Die hadden toch wat, die liep op een gegeven moment een beetje vast met sommige vakken. En als ze vastlopen in wiskunde, mij niet bellen. Daar heb je echt niks aan. Dus toen is het eigenlijk een beetje ontstaan dat Peet zo begin van de avond na het eten nog eventjes met een van de pubers aan tafel zat om wat extra te helpen met het wiskundehuiswerk en de examenstof. Peet is namelijk wel heel goed in wiskunde. Ook nu nog, zeg maar. Weet hij nog steeds. Hij is natuurlijk timmerman, dus hij gebruikt dat ook gewoon. Alles wat hij geleerd heeft, hoe je hoeken moet berekenen en zulke soort dingen. Het meeste wat hij met wiskunde geleerd heeft, dat past hij zeg maar bijna dagelijks toe in zijn werk. Dus voor hem is dat veel minder moeite. En toen is op een gegeven moment is ontstaan dat ik 's avonds ging lopen. En dat is nog steeds zo. En dat is ook prima. Mijn werkdagen zitten iets minder vol als die van hem. Dus ik vind het helemaal niet erg. En mochten mijn werkdagen ook nog eens zo vol zitten als die van hem. Nou, dan gaan we dan wel bespreken of het anders moet. Nou moet ik wel zeggen dat onze jongste ook regelmatig zegt van... Ah, ik loop wel vanavond met Joep een rondje. Dus het is niet zo dat ik altijd alle avondrondjes moet doen. Maar wel de meeste. En dan doe ik dat eigenlijk altijd om 8 uur. Dan zit ik voor die tijd of ik zit gewoon lekker te breien. Maar het gebeurt ook wel dat ik voor die tijd nog wat zit te werken of aan het studeren ben. Ik heb ook wel eens cliënten hoor, 's avonds. Er zijn een aantal mensen die gewoon niet zo makkelijk overdag daar tijd vrij voor kunnen maken. Dus die komen dan 's avonds langs. Nou, dat vind ik op zich prima. Dus... En dan laat ik wel. Dan besteed ik het rondje wel uit hoor. Dan loopt Peet altijd. Want dan ben ik ook lang niet altijd om 8 uur klaar. En dan vind ik het ook wel goed. Dan mag degene die al eventjes gezeten heeft lekker met het rondje lopen. Zo. Ik ben weer middenboven. Ik ga het afsluiten. Dan ga ik het zo uploaden. En eventjes een rondje met mijn hondje doen. En daarna ga ik nog even verder. Ik spreek je morgen.